Voilà, hier zicht op de markt van Hulst terug. Dus de AI Hulst is terug verhuisd hier naar de grote markt. En het is ook natuurlijk markt vandaag, het is maandag. En natuurlijk ook de donderdag is hier dus een kleine lokale markt. Voilà, hier nog een prachtig beeld met de AI Hulst op de markt van Hulst. Ik zeg de traditionele markten van Hulst. Dat zijn meestal, ja, een stand van kaas natuurlijk, de Hollandse kaas, vis, fruit en groenten en natuurlijk ook af en toe een stand van kledij. Het zijn kleine markten, maar bij ons zijn wel gezellig. Je kan ook toch wel het nodige vinden dat je iedere week nodig hebt in huis. Ik zeg vers fruit, groenten, vis. Daarvoor is natuurlijk de markt beter dan de winkel. Hier nog een zicht op de markt. Hier de bekende cafés. De haltemarkt wordt bediend door een buurtbus in de week. En dan hier nog even van dichtbij de standen, dus die beschikbaar zijn. Dus nogmaals hier de kledij. Daar kan je vis kopen. En daar zie ik ook groenten, appels. Hier ook fruit en groenten. En dan hier een visverkoop. En dan ook nog hier, even verder, het nodige van naaigrief, breigrief. Nog een kaasstand. Hier ook nog groenten en hier ook nog kledij. Dus ja, de markt, als je even van dichter komt, is toch wel nog redelijk uitgebreid voor Hulst. Dus ik zeg absoluut de moeite om hier te komen. De maandagmorgen, de donderdagmorgen. Tot rond een uur of, ik denk, ja, de middag 1 uur. Voilà. Dat is nog een kort overzicht hier van de markt van Hulst.